kiezen ervoor om met relaties te gaan fietsen, omdat het even een andere manier is van met je klanten bezig zijn. Mensen zijn er echt even uit, ze zijn even weg, ze zitten in een ander land. Het is een andere omgeving. Voor veel mensen is dit een nieuwe omgeving en het is hier heel erg mooi. Echt Teutoburg-Walterse werelderfgoedgebied. Dus die combinatie van echt even tijd hebben voor je klanten, met je klanten. Wat we ook mooi vinden is dat we onze klanten met elkaar kennis laten maken. Wij vinden het natuurlijk heel mooi als je waarde kan creëren dat onze klanten iets aan elkaar hebben. Het zij zakelijk, het zij wat kennis, het zij dat ze er allebei in op een manier beter van worden. Dan is dat voor ons ook winst. Dan zijn wij voor onze klanten waardevoller. Ja, dat hoort bij onze taak. Dat vinden wij dat we breder bezig moeten zijn dan alleen leverancier van mobiliteitsdiensten. Het zijn altijd interessante onderwerpen. En dus fietsen en de setting, we vinden het allemaal zo leuk. We kijken er echt naar uit. Dat is ons eerste mooie uitje naar de vakantie. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Het is ondertussen zo'n groot evenement geworden met zoveel klanten die het zo leuk vinden om hier te zijn. Van oorsprong zijn we gestart met een mountainbike team wat we echt 10 jaar lang gesponsord hebben. Nou, wij hebben voor Team Mico gekozen omdat eigenlijk de eerste partij is die om sponsoring vroeg met de centrale vraag: wat kunnen wij voor jullie betekenen? Hoe kunnen we waarde creëren waar we allebei beter van worden? Dat is natuurlijk een hele andere vraag dan: we hebben geld nodig, mogen we dat van jullie? Ja, dat is zo'n andere benadering. Dus dat sprak ons zeker aan. En het gaat erom hoe ga je samen waarde creëren. Voor onszelf, voor ons bedrijf, voor ons als sponsor. Maar uiteindelijk ook voor onze klanten. En als je dat bij elkaar kunt brengen, dan verdient dit zichzelf ook terug. Dus uiteindelijk zijn we op dat onderdeel, wat kunnen we samen doen, verder gegaan. Nou, we hadden fietslease, stond natuurlijk al best goed in de stijgers. Daar zijn we best wel groot in Nederland. Maar racefietslease, dat is toch een aparte discipline. En die hebben we samen met Team Ico verder uitgewerkt. Dat er ook een propositie is waar ook onderhoud in zit. Onderhoudverzekering, nou, dat hadden we tot nu toe nog niet voor elkaar. Dus we hebben ook daarmee voor onze klanten ook weer een mooie propositie gecreëerd. En dat is hartstikke mooi.